Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Neco Ship Supply, Woonstudio Joy, Flexcraft Aldiver en Frans Metz de Bedderij. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag hebben wij te gast Ali Boussabon, onder andere oud Feyenoorder. Welkom Ali. Paul van Dorst is hier, hij is de voorzitter van de Roze Kameraden. En Robert Maaskant, een leven lang voetballer en trainer geweest. Robert, ben jij in al die jaren als trainer wel eens begonnen met 27 punten uit je eerste 14 wedstrijden bij een club? Hoho! Bij NAC? Durf ik niet te zeggen. Bij NAC hebben we een keer na 8 wedstrijden stijf bovenaan gestaan. Ja. Hoe dat daarna gegaan is, moet ik eerlijk zeggen, weet ik niet meer. Maar het zou maar zo kunnen. Maar dit is wel heel veel wat Mauri Steijn flikt bij Sparta. Is een ja, periode. Sparta doet het hartstikke goed. Ze hebben ook een leuke ploeg, vind ik. Vond ik vanaf dag 1 al. En ik vind het mooi voor Sparta dat ze zo goed draaien. En dan krijg je ook die vrijheid om lekker te voetballen daarna. Die zullen ook wel, ik vind Steijn daar ook heel realistisch in. Die zegt ook gewoon letterlijk, het gaat nu fantastisch. We zullen ongetwijfeld nog wel wat tikjes krijgen links en rechts. Maar laten we er met z'n allen van genieten. Ja. Nou, mooi. We praten zo meteen natuurlijk over Sparta. Gefeliciteerd trouwens, Ali. Met? Je bent Europees kampioen. Ja, klopt. Wij. Mag ik even corrigeren? Robert was de trainer. Even uitleggen, want hier begrijpt helemaal niemand wat van. Europees kampioen gevangenis, voetbal? Gevangenis voetbal, ja inderdaad. Wat is dat dan? Dat zijn gevangenissen, we spelen dan tegen gedetineerden en werknemers ook van de gevangenis. En we hebben 2 jaar geleden een krimpen een wedstrijd gehad. En nu was het de Lelystad. We zijn inderdaad eerste geworden. En jij was aanvoerder en jij was coach? Ja. Ik heb, en dat leidt dus tot dergelijke aanvoerder successen? En assistent gemaakt. Ja, inderdaad. En we speelden een heel groot Feyenoord gehalte in die ploeg. Met Royce van Drenthe, Luigi Bruins, Schaken, Slory, Patrick Pothuizen deed mee. We hadden echt een leuke Coutinho op goal. Het is een programma van Football Works. Dat is een programma waar subsidies voor aangevraagd worden. En dan voor herintegratie van gedetineerden. En hoe voelt het om weer eens wat te winnen? Ik ben niet anders gewend, Bart. Dus ik vond het op zich vrij normaal. Ja, oké. Okay. Over winnen gesproken. Wat Feyenoord gisteren deed tegen AZ was natuurlijk ontzettend knap. Maar voorafgaand ontstond er een stevige discussie over het aanvoerderschap bij Feyenoord. Ürkan Kukçu wilde niet voor speciaal dit weekend speciale band dragen. Die band vraagt om inclusie in het voetbal. Zijn geloofsovertuiging stond hem dat in de weg. Ali, hoe kijk jij naar die kwestie? Ja, ik kijk naar de kwestie als een eerste instantie een moslim. En als moslim zijn is je geloof belangrijker als alles. Hè? Dat komt toch voor je ouders, voor je kinderen. Voor sommige mensen zal het misschien een beetje raar overkomen, maar dat is wat het feitelijk is. En die overweging heeft hij de keuze gemaakt om het niet te dragen uiteindelijk. En ik denk dat wij het niet ook, laten we zeggen, groter moeten maken. Omdat hij ook duidelijk heeft gezegd van dat hij niet tegen is. He? Omdat je gewoon de gemeenschap ook respecteert, maar vanwege geloofsovertuiging hij dat niet kan doen. En ik denk maar hij spreekt zichzelf toch iets wat tegen? Nee, hij respecteert het wel, nee, maar hij wil het niet uitdragen. Nee, dat denk ik niet. Ergens niet voor staan wil niet per se zeggen dat je er tegen bent. Hè? Want als je diegene niet in hun waarde kan laten en hetgene waar zij in geloven, zoals anderen ook niet, laten we zeggen, en alles waar ik voor sta in mijn leven, als moslim zijn, als mens zijn, dat ze ook niet overal mee eens zijn. Dat wil niet zeggen dat ik dan ineens een slecht persoon ben of wat dan ook. Nee, je verschilt op een gegeven moment van levenswijze of van mening. Maar dat Kukçu een slecht persoon is, dat heeft geloof ik sowieso niemand in de mond genomen. Dat zou ook nergens op slaan. Nee, ik denk als hij geen tekst naar uitleg had gegeven, had hij niks gezegd. En hij draagt dat ding niet, dan laat je ruimte voor speculatie over. Dan kun je zeggen van oké, hij is tegen de gemeenschap. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft duidelijk aangegeven. En het is gewoon puur geloofsovertuiging. En hoe wij, laten we zeggen, alles willen respecteren, ook hè, de boodschappen respecteren, moet ook zijn keuze daarin respecteren. Had jij het gedaan als jou als voetballer was gevraagd deze band te dragen? Ik heb daar nooit mee te maken nee, gehad. Nee, dat begrijp maar ik, maar stel dat. Ik ben iemand, ik vraag dan altijd de mening van, hè, van laten we zeggen, van een imam of wat dan ook. Als mij dan wordt gezegd van oké, dat is niet comfort je geloof om dat te doen, dat kun je beter niet doen, had ik het ook niet gedaan. Paul, hoe heb jij dat ervaren als voorzitter van de Roze Kameraden? Ja, jammer. Ik vond het wel jammer dat hij niet heeft gedragen. Daarbij wel gezegd hebben, we hebben zijn individuele keuze te respecteren. Maar desondanks vind ik het wel jammer. En zeker omdat die campagne juist heel erg staat voor meer verbinding. En juist tegen alle vormen van discriminatie. Ja. Dus ik denk dat hij daarmee een heel krachtig signaal had kunnen afgeven. Om door hem te dragen dan te laten zien van hey, ongeacht je religie, welke religie je aanhangt, welke seksuele voorkeur je hebt of welk gender je bent. Bij Feyenoord ben je vrij en veilig.
Waaraan merk jij en vind jij dat het voetbal dit nodig heeft, deze actie? Omdat je toch wel merkt dat je binnen het voetbal discussies hebt over bepaalde scheldwoorden. Homo is het meest gebruikte scheldwoord ongeveer in het voetbalstadion, maar überhaupt in de maatschappij. Met een hele negatieve belading. Er zijn ook natuurlijk spreekwoorden richting andere tegenstanders. En je merkt een enorme druk op het feit dat of er een speler uit de kast komt, of ja of nee. En ook de reacties daarop. Zo zie je, ze zag je bijvoorbeeld ook met het EK 2020 in Hongarije dat regenboogvlaggen niet de stadion mochten. Dus daarom merk je wel, het is nodig om deze discussie te hebben binnen het voetbal. En wat voor weerstand merk jij als Feyenoord supporter en als voorzitter dus van de Roze Kameraden als het gaat om homo-acceptatie in het voetbal en bij Feyenoord in het bijzonder? Nou ja, goed, kijk, binnen het voetbal, als ik dan een klein beetje terugkijk naar toen ik nog zelf voetbalde op een amateurvereniging. Ja, het zat niet in je kop om daar uit de kast te kunnen komen, want het was daar gewoon nadan om dat te doen. En binnen de Kuip heb ik heel lang anoniem op de tribune gezeten en daar had ik er heel erg last van. Omdat eigenlijk niemand weet wie jij bent. Maar desondanks zorgt het er wel voor, kan je dan daadwerkelijk jezelf zijn op de tribune. Ik kan vooral nooit met mijn man hand in hand richting een stadion. Hoe stom het ook maar klinkt, aangezien het volkslied of het clublied hand in hand is. Ja, ja toch? Ja, je hebt gelijk. Ja, we kunnen nooit uitbundige voetbal over doelpunt juichen met een knuffel. Omdat je dan afvraagt, wat gaat de rest ervan vinden? Mm-hmm. En op het moment dat je dan laat zien van, hey, wij zijn er ook. En wij zijn ook gewoon een groep Feyenoord supporters die ook in het stadion zitten. En wij voelen ons niet veilig genoeg. Maar los van wat wij vinden, wat vinden andere mensen ervan? Ik bedoel... We kennen de verhalen van 14-jarige kinderen, ja, die naar het stadion toe gaan, onzeker zijn over waar ze op vallen. En die durven nu niet meer naar het stadion, want ze voelen zich niet veilig en niet fijn daar. En dat is zo zonde, want ik denk dat het mooiste is die clubliefde over te geven van ouder tot kind. Nou kijk, vooropgesteld, hè, alle vorm van onrecht is gewoon schandalig. Daar moet wat tegen gedaan worden. Dat vooropgesteld, dat hoort niet, dat kan niet. We leven in 2022 en dat leert mij, geloof mij ook. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Ongeacht kleur, ras, geloof, seksuele overtuiging. Dat is voorkeur. Dat is jouw keus. Dat hoor je te respecteren. Je hoort die mensen niet lastig te vallen of wat dan ook, wie het ook is. Dat vooropgesteld. Mag ik je onderbreken? Stel dat dit ook de overtuiging van Ukun Kuksu zou zijn geweest. Mm-hmm. En daar lijkt het wel op als je zijn schriftelijke statement leest. Mm-hmm. Traag dan die band. Ja, maar Bart, dan komen we weer terug bij het begin. Als hij als moslim zijnde, en nogmaals met alle respect. Als moslim zijnde is je geloof nummer één. Nogmaals, je geloof is belangrijker als je eigen kinderen. Als je moeder, als je vader. Ik hoor wat je zegt, hè, ja. Maar Burak Yılmaz droeg hem wel. Ja, Burak Yılmaz is Slavisch, kijk... Je hebt natuurlijk met moslims te maken. De een is praktiserender dan de ander. Laten we zeggen, waar de ene moslim is, geboren is als moslim, maar laten we zeggen niet 5 keer bidt, niet naar de moskee gaat, is de ander wel praktiserend en houdt zich heel strikt aan het geloof. En dat is Kuksu. Dus als hij dan een imam raadpleegt, van oké, hoe zit dit en hoe zit dit? En de imam zegt, nou, dit kun je beter niet doen, want ons geloof, dat leert ons om dat niet te promoten. Ja, zoals alle geloven. Homoseksualiteit is toegelaten, dan moet je dat ook respecteren. Want zijn geloof is heel belangrijk. Nee, maar daar zijn de campagnes dus juist op gericht om geloof, wat vaak honderden jaren teruggaat, om de ontwikkeling daarvan ook te laten zien van, joh, is het niet zo dat dat een keer voorbij moet zijn? Wat moet voorbij zijn? Nou, we hebben het nu even sec over homoseksualiteit, maar ik heb het ook over discriminatie. Ja, want die band, One Love band, die staat voor veel meer dan enorm, dat, hè? Kijk, ja. Vroeger was het natuurlijk zo dat discriminatie, zwarte mensen niet in de bus mochten zitten. Klopt. Ergens zijn daar campagnes op gevoerd om dat wel voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, ik trek het nu wel heel erg groot en breed, ja. Maar... Ja, daar is deze campagne is daar natuurlijk ook voor bedoeld. En ik heb respect overigens voor Kuksu in de zin hoe ze het gebracht hebben. Want ik vind dat ze er goed over nagedacht hebben. Mm-hmm. Hij laat ook merken van, joh, ik heb hier moeite mee. Feyenoord heeft er ook moeite mee. Die hebben, vind ik, een goede keus gemaakt. Ja, want ze hebben met 60 clubs in heel Europa een convenant getekend. Jij noemt net terecht Hongarije. Vanuit mijn functie van waar ik gewerkt heb bij European Football for Development. Mm-hmm. Waar we onder andere het toernooi mee gespeeld hebben net. Ja. Is er een congres in Hongarije? Wij hebben een aantal homoseksuele en lesbische mensen in dienst. Mm-hmm. Die kunnen daar dus misschien niet naartoe. Ja. Gewoon wettelijk niet. Ja. Nou, daar is deze campagne voor van 60 clubs door heel Europa om te kijken, kunnen we dat doen? En in mijn bescheiden mening
denk ik dat, dat Kukçu, nogmaals, ik snap hem. Ik vind ook dat ze het redelijk netjes gedaan hebben, ook in zijn verwoordingen. Zo'n fantastisch statement had kunnen maken, dat hij nog steeds zegt, voor mijn religie persoonlijk kan ik dit eigenlijk niet doen. Maar ik maak een stap als aanvoerder van Feyenoord om te laten zien aan de totale gemeenschap dat ik de band wel omdraag. Net zoals Tadić dat 3 jaar geleden gedaan heeft, ja. Overigens. Want dat geldt hetzelfde. Dan zeg ik dit. Ik geef net bewust aan, want ik ken mijn geloof. Dat als moslim zijnde is je geloof belangrijker als je ouders, belangrijker als je eigen kind. Dat komt op nummer 1 als een moslim zijnde. Op het moment dat jij dit zegt met alle goede bedoelingen, Robert, dan zeg jij op dit moment, dan zet ik dat even voor mijn geloof. En dat doet hij niet, want hij is een praktiserende moslim waarvan geloof op 1 staat. Snap je, bedoel ik niet? Ja. En ik wilde geen religieuze discussie van maken, want dan mag je ook niet op zondag voetballen. Ik noem maar even wat. Vanuit het christendom mag je oorspronkelijk niet op zondag voetballen. Dat doen spelers ook. Ja, en dan kun je de vraag ook stellen, ja, maar, mag je wel reclame maken voor een gokbedrijf, ja, maar, op je mouw? Maar wat vind je daarvan dan, bijvoorbeeld, ja, wat Bart nu zegt? Wij moeten het niet, laten we zeggen, op een gegeven moment te veel dingen door elkaar gaan halen. Dat is wat we nu doen. We hebben het niet over Kukçu. Ja? Je hebt een geloof te maken. De geloof is islam. Ja? En in de islam is het gewoon letterlijk, laten we zeggen, als je echt een praktiserende moslim, is zijn geloof op nummer 1. Dat komt voor alles. Komt voor het voetbal, komt voor zijn aanvoederschap, komt voor alles. Snap je? En als dat het geval is, en hij, met alle respect, en hij maakt ook een statement van, ik heb geen probleem met dit en dat, maar mijn geloof is nummer 1, en daarom doe ik het niet. Dan kunnen wij toch hetzelfde, laten we zeggen, respect opbrengen voor hem, als dat we doen voor de gemeenschap. Het is toch niet zo dat niemand Kukçu respecteert? Iedereen heeft toch respect voor hem? Er is nergens voor zijn, uitgesproken. Voor zijn keuze. Paul, ben jij hier zo brug? Ja, precies. Ja. Ja, nee, maar goed, kijk, ik bedoel, het probleem is, zeg maar, ik respecteer zijn keuze dat hij het niet heeft gedaan. Mm-hmm. Maar wat ik zei, ik vind het heel jammer, want daarmee geef je wel het signaal af van, hey, het is leuk, maar ik stel mijzelf boven het probleem wat er momenteel gaande is. Om wat voor reden dan ook, en het kan religieuze redenen zijn. Maar ik kreeg dus ook al berichten of een mailtje van iemand die zei, joh, ik heb gisteren met mijn dochter van 14 heb ik gekeken, of mijn kind van 14. En die denkt, ja, wat is dat nou voor club? Waar staan ze nou voor? En dat is wel wat het doet, hè. Het is een symbool, maar een symbool maakt het zo krachtig. En we kunnen wel denken, het is een aanvoerdersbandje, wat stelt dat nou voor? Maar heel veel mensen is dat wel iets waar ze tegenop kijken. Het is wel zeg maar van, oké, hier ben ik veilig, hier ben ik oké. Ik snap jouw punt, hè. En dat wordt wel opzij gezet hierdoor. Het is niet dat ik zeg van, oké, weet je, er zitten twee kanten aan het verhaal. Maar uiteindelijk heb je met individuen te maken. En uiteindelijk heb je met vrije keuze te maken. Uiteindelijk heb je ook laten we zeggen, je rechten te maken als mens. En die heeft hij ook. Ja, nee, maar absoluut. En juist omdat het gelijkheid waar jij voor vecht, die rechten waar jullie ook voor in de gemeenschap voor vechten, en terecht, ja, heeft hij natuurlijk ook zijn rechten als mens en van zijn geloofsovertuiging. En dan moeten wij ook zeggen, nou weet je wat, als hij heel praktiserend is, en dat is wat zijn geloof hem leert, dan moeten we dat ook respecteren. En laten we dan niet hem ineens, laten we zeggen, neerzetten als een wat van over hij, ja, nee. Trouwen op de aanvoedersband gedragen, boodschap is overgekomen. Hij heeft het niet gedaan. Niet omdat hij, laten we zeggen, een hekel heeft aan de gemeenschap, maar puur en alleen vanwege zijn geloof. Punt uit. We moeten het niet groter maken dan het is. Nee, dat is lastig, want iedereen heeft een mening. Er zijn heel veel meningen. En het is in die zin voor Feyenoord ook een ingewikkelde kwestie. Dat bleek al uit de reactie van de algemene directeur van Feyenoord, Dennis de Kloeze. Binnen de club, op allerlei afdelingen, doen we er ook heel actief aan mee. En was voor ons ook heel erg belangrijk dat we zeker als club zijnde aangaven dat we dit beleid ondersteunen. Het is een moeilijke situatie om natuurlijk met Orkun dit te bespreken. Dat hij door zijn geloofsovertuigingen dit niet gezien wil worden als een uithangbord. Ondanks dat hij meerdere keren en ook in meerdere gesprekken ons heeft aangegeven dat het natuurlijk voor hem niet een kwestie is van respect of daar niet achter staan. Maar dat hij dit met een aanvoerdersband niet wilde uitlichten. Ja, dan is het voor ons de kwestie natuurlijk, willen wij dit respecteren? Dat hebben wij naar hem toe gedaan, hebben wij zelf besloten. En naar buiten toe willen we in ieder geval nog eens benadrukken. En dat hebben we al natuurlijk gedaan met Gernot, de aanvoerdersband te laten dragen vandaag, dat we als club dit beleid aangeven, omarmen. Ik draag dit wel, alleen ik kan natuurlijk me niet in hem verplaatsen omdat ik een hele andere religie aanhaal. Dus dat is voor mij al heel moeilijk, dus daar hebben we het even over gehad. Omdat ik hem wel getracht heb te schetsen wat er dan los zou kunnen komen. Maar als iemand zo overtuigd is
vanuit religieuze overwegingen, dan, ja, dan moet je volgens mij verder als trainer en als club om te kijken hoe je dan dit weekend ermee omgaat. En dat hebben we gedaan op de manier zoals je vandaag gezien hebt. Ja. Heeft dat voor langere termijn nog gevolgen ook? Of? Voor Orkun? Ja. Nee, voor mij niet. Nee. Voor de trainer niet. Misschien voor de club wel. Is Kuksi zaterdag gewoon weer aanvoerder tegen Fortuna? Dat verwacht ik wel. En nogmaals, ik vind dat Feyenoord, Kuksi en ook Slot hier verstandig mee omgegaan zijn. Ook in de uitingen die ze gedaan. Ze hebben echt geprobeerd om het allerbeste ervan te maken. En ik hoop ook oprecht dat juist de verdeeldheid die nu gezaaid wordt, dat iedereen het besef heeft van jongens, hier is het niet om te doen geweest. Nee, het gaat juist om die inclusiviteit dat we met elkaar gaan optrekken met z'n allen. En ik hoop ook echt dat mensen dat zien. Hè? Dat juist niet de twee kampen gaan ontstaan van wij zijn voor Kuksi tegen Kuksi. Het gaat niet om Kuksi. Nee. Het gaat om het grote plaatje. Het gaat om het grote geheel. Het gaat om respect. Het respect en elkaar respecteren. En elkaars keuze. En elkaars geloof. En dat is. Ik denk ook niet dat jij erop zit te wachten dat je ineens hoort. Ja, Kuksi is gestraft. Omdat hij dat. Nee, maar zeker niet. Nee, maar het gaat me ook helemaal niet om de persoon Kuksi. Dat is het. Totaal niet. Ja, maar dat is dus mijn punt. Als jij dat zou je ook denken van oké, dat was eigenlijk helemaal niet nodig geweest. Weet je? Want niemand zit daarop te wachten. Het gaat om dat we respect hebben voor elkaar. Dat we elkaar. Ali, ik ga heel even nog. Want ik denk dat we ook over voetbal gaan praten straks. Ja, dat lijkt me ook wel eens leuk. Gaan we zo meteen mee beginnen. Maar ik ga het nog groter maken. Nelson Mandela heeft dingen gedaan die ten koste gingen van hemzelf. Om uiteindelijk apartheid ter sprake te brengen. En hij is zelfs jarenlang in die gevangenis geweest. Volledig ten koste van het individu. En ik vraag dat niet van Kuksi, want daar is hij niet. Dat mag je ook niet van hem vragen zover. Maar dat was natuurlijk wel, naar jouw punt, dat was wel een hele grote stap geweest als hij dat had kunnen doen. Door te zeggen, ik maak het zo overstijgend dat ik hier nu wel voor kies. Ja, want, dat is wat ik probeer te zeggen. Want er is natuurlijk nog wel een wereld te winnen. Toen jij met je roze kameraden die vereniging opstartte, is bijvoorbeeld het pand waar jij werkt niet eenmalig beklad. Er is dus een wereld nog te winnen. Wat merk jij nu aan reacties? Wat zijn de reacties binnen jouw gemeenschap nu? Nou ja, er is inderdaad nog een hele wereld te winnen. En wat ik al zei, ik heb best wel wat reacties binnengekregen van inderdaad mensen die ons aanhangen. Die zeggen, joh, heel jammer dat hij niet heeft gedaan. Die hoop op meer actie. Maar laat ik vooropstellen, wij staan er wel in voor die verbinding. Hè? Dus we willen heel graag het gesprek met hem aangaan. En het gaat niet om de persoon Kuksi in dit geval. Het moet ook zeker geen strijd worden Kuksi versus de rest. Want dat gaat het helemaal niet om. Er is niemand bij geholpen. Dus laten we in ieder geval kijken wat zijn de overeenkomsten met elkaar en hoe kunnen we het gesprek met elkaar aangaan voor wederzijds begrippen, denk ik. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Ga je gesprek met hem aan? Ik wil heel graag het gesprek met hem aan. Ja, maar ik denk dat productief zal zijn. Ja. Als je met Kuksi zelf hè, tegenover hem zit en in zijn ogen aan kan kijken en met hem in gesprek kan gaan. En ik denk dat, kijk, wij kunnen heel veel dingen zeggen en ik weet dat het vanuit zijn geloofsovertuiging komt. Maar als je met hem praat, degene om wie het gaat en hij vertelt jou hoe en wat, dat het dan nog helderder zal zijn. Nou ja, precies. En andersom ook hopelijk. Ja, tuurlijk, met waar wij tegenaan lopen en waar wij voor vechten natuurlijk ook. Ik bedoel, misschien is dat ook niet helemaal duidelijk naar hem toe. Kijk, het is, ik zou me nooit in jouw schoenen kunnen staan in de zin van ik ben niet homoseksueel en ik weet niet hoe dat voelt en ik weet niet hoe het is om gediscrimineerd te worden. Net als dat jij nooit zou kunnen weten hoe ik ben als Marokkaans kind opgegroeid, die continu aangehouden wordt, die continu gezien wordt als bepaalde spreekhoren naar jou. Die dingen kun je alleen maar als je in elkaar schoenen staat. Maar wat wel helpt is met elkaar in gesprek gaan en luisteren naar elkaar. Precies. Zodat je uiteindelijk kan begrijpen hoe diegene zich voelt. Ja, dat het belangrijkste is. We hadden gisteren dus die kwestie rondom Erkan Kuksi. Daar kwam nog bij de aanvoerder van Excelsior, Redouan El Yaqoubi. Die er voor de uitwedstrijd bij Ajax voor koos. Om ook niet die One Love band te dragen, maar een wat neutralere. Een witte met drie keer daarop het woord respect. Ook aan El Yaqoubi gevraagd of dat met geloofsovertuiging te maken heeft. Ja, ook mede om die reden. Maar ik, zoals ik al zei voor alle andere camera's, ik wil de boodschap ook gewoon krachtiger maken en allesomvattender. Hè. Het gaat er niet alleen om dat we een bepaalde groepering wel of niet steunen. Het gaat er natuurlijk ook om dat iedereen zich gesteund voelt en iedereen gerespecteerd wordt. Dus ik vind het woord respect vind ik daar een krachtiger woord voor of in dat opzicht een krachtiger band voor. Laat ik vooropstellen dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat vind ik 100% belangrijk en dat iedereen ook mag handelen of er mag wezen. Maar zo ik ook als individu. En ik vind het ook belangrijk dat mijn principes, dat ik die ook tentoonstel. In ieder geval op een goede, maar positieve manier. Staat mij bij, Robert, dat jij ook een keer met die respectband hebt gepronkt. Dat had niet hiermee te maken. Nee. Het was toen een verhaal dat de grensrechter was aangevallen en door de zogenaamde kopschopper. En
Ja, aangevallen, die is gewoon overleden. Ja, klopt. Ja, goed, maar het was... En dat ging op dat moment daarover het respect naar elkaar tonen. Ik moet zeggen dat ik dit, vind ik wel een hele correcte oplossing. Dat je kiest om in ieder geval het respect uit te dragen. En nogmaals, dat vind ik bij Feyenoord ook. Want de band, de One Love band, is ook gewoon gedragen, hè, door Feyenoord. In het recente verleden. Maar dan wil ik het toch even, want ik hoorde vooral praten van we moeten geen onderscheid maken door het dragen van die band. Want dat zou die band doen. Maar heel die campagne is juist gericht op het niet onderscheid maken en tegen elke vorm van discriminatie. Dus dan ben ik benieuwd, is voldoende bekend wat de achtergrond van die campagne is? Nou, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat die campagne ook wat dat betreft nog beter kan. Hij bestaat overigens al een aantal jaren. En de KNVB heeft juist de One Love campagne is gestart door de KNVB. Hussein Bezaai is daar onder andere bij betrokken. Die draagt dat ook door Europa uit. Dus ik neem ook aan dat hij vanavond in alle talkshows wel ergens gaat verschijnen om toelichting te geven hierop. Die heeft een Marokkaanse achtergrond. Ja. Dus ik denk als er iemand is die daar ook goed een mening over kan geven, dat hij dat is. En de One Love campagne is veel omvattender en juist een hele positieve campagne. Ja. Dus ik hoop ook dat, ik hoorde je net even voor een andere camera nog wat zeggen. Ik hoop juist ook dat we deze discussie kunnen gebruiken ten goede van het bij elkaar komen. Ja. Maar als de campagne, Robert, zo meer allesomvattender is dan alleen LHBTI, maar inderdaad ook om racisme en discriminatie in het voetbal meer op de agenda te zetten, waarom accepteren we dan gisteren in Alkmaar wel in de slotfase dat vanuit het Feyenoordvak Joden lopen altijd weg worden gezongen? Ja, maar richting Ajaxide, ik snap het allemaal wel. Ik was zelf in Enschede. En daar heeft 20, en ik heb daar geen, want ik vond het niet de plek op dat moment om dat te doen, zeker met de discussies die er al waren ontstaan, is er zeker een minuut of 20 gescandeerd vanuit een vol Twente-stadion richting Groningen supporters, dat het homo's waren. Hmm. En tot jouw punt, ik heb de tijd heel close met Karin Blankenstein samengewerkt. Het is inderdaad het meest gebruikte scheldwoord. En zoals we gelukkig heel voorzichtig van het schelden met kanker af gaan raken, omdat iedereen beseft hoe kwetsend dat kan zijn, denk ik dat het besef ook heel langzamerhand, en daarvoor worden deze campagnes gevoerd. Geef racisme de rode kaart een campagne. Die vindt de KNVB te agressief, omdat het een negatieve lading heeft. Maar het is nog steeds nodig om dat te blijven doen. En iedere keer weer, ook zoals wij nu aan tafel zitten, we krijgen begrip door te luisteren, door te praten en iedere keer weer een stapje van dat negatieve af te halen. Laten we niet vergeten, hè. Kijk, dit is een onderdeel van een van de problemen die we zien in de voetbalvelden. Hè. Joden, homo's, discriminatie, oerwoudgeluiden. Hoe lang zijn we daar mee bezig? Jaren. En het verbetert maar niet. Dus het is een heel breed probleem. Hè. Het is een heel groot probleem. En ik heb altijd gezegd, en dat blijf ik zeggen, we moeten daar veel agressiever tegenin gaan. En de straffen moeten zwaarder zijn, omdat dat uiteindelijk echt... Weet je wat grappig is? Sorry dat je... Ja, het moet helaas ook af en toe door. Ik gebruik het woord grappig in de zin van dat een voormalig collega van jou, Adil Awassar, vergelijkbare woorden gebruikt. De aanvoerder van Sparta, die One Love Band, wel met verve droeg gisteren. Alles wat te maken heeft met je afkomst of hoe je in elkaar steekt of waar je vandaan komt. Ik denk dat we daar met z'n allen een statement tegen moeten maken. En wat dat betreft zit er voor mij geen verschil in wat voor soort tekst men roept vanuit het publiek. Ik denk dat je daar in alle tijden één met elkaar moet zijn en een grens moet trekken, absoluut. Maar goed, ik heb wel vaker aangegeven dat ik vind dat de straffen hier in Nederland, wat mij betreft, absoluut wat hoger mogen komen te liggen. Ja, straffen dus omhoog en bewustwording nog meer proberen aan te zwengelen, Paul. Zeker, ja, want ik denk dat door enkel straffen en gaat zeggen dit mag je niet, dan gaat het, dat gaat denk ik niet alleen maar werken, want daar gaan mensen zich juist tegen ageren. Maar op het moment dat je gaat vertellen waarom je tegen iets strijdt of weet je wat het schelden met Joden of het schelden met homo's met iemand doet, dan gaan ze er over nadenken van, oh, het is niet zomaar een scheldwoordje. Het doet daadwerkelijk iets met iemand. Ja, dat kan je, dit verhaal, laten we zeggen, wat je nu zegt, klopt helemaal. De keer laten we zeggen tegen iemand zeggen die meer dan één hersencel heeft. Maar er zijn mensen daar zonder hersencellen. De keer praat je tot je onzin, het heeft geen nut. En die mensen, die moet je gewoon niet in het stadion willen hebben. Die moet je gewoon verbannen voor het leven, een dikke boete geven en wegwezen ermee. Je kan een dialoog aangaan met iemand die een beetje hersenen in zijn kop heeft. Maar niet iemand die...
hierin en daar eruit. Ja, je gaat niet op één manier dit probleem kunnen oplossen. Nee, je zou meerdere wegen moeten bewandelen. Je zou meerdere wegen moeten bewandelen. Robert, hoe heeft Feyenoord AZ gisteren lam gelegd? Door uitstekend te spelen. Ik moet zeggen dat ik een van de weinige mensen was volgens mij die dacht dat Feyenoord zou winnen bij AZ. Ondanks dat AZ het fantastisch doet. Maar je bent ook een enorme kenner. Nee. Het was in dit geval even niet om mezelf een veer in de reet te steken. Doe ik maar, het wel. Maar ik vind dat Feyenoord gewoon een hele goede ploeg heeft. En ik vind ook dat Feyenoord wat verder is dan AZ. Hebben AZ de sterkhouders van AZ toch gisteren niet gezien? Nee. Maar, en die hebben ook, even los van Klaasje natuurlijk, maar Reinders is ook nog steeds een hele relatief jonge speler, want hij is al 23 of 24. Maar heeft nog weinig wedstrijden op dat niveau gespeeld in die rol, als zijnde favoriet zijn. En ik vind dat Feyenoord juist in de wedstrijden in Nederland, in die topwedstrijden, verder is dan AZ. AZ moet daar nog in gaan groeien. Het gaf ook niet veel weg, op één grote kans dan na. En die vliegt er dan ook gelijk weer in. Dat is geloof ik nog wel een probleem van Feyenoord. Hè? Pedersen trouwens, die niet meespringt. Ik weet werkelijk waar, niet waarom. Maar... Je moet het altijd tegenstander moeilijker maken. Als je springt recht de lucht of tegen hem op, om het tenminste moeilijk te maken. Dat deed hij ook niet. Maar Feyenoord stond gewoon heel erg goed. Ze zetten goed druk. En wat je bij Feyenoord altijd ziet, is het moment dat het draait, dan draait het ook echt. Is dat in Europese wedstrijden op een gegeven moment als onnodig balverlies leidt, dat soort dingen allemaal. Dan zie je dat het niveau op een gegeven moment omlaag gaat. Tegen AZ zie je dat ze de bal niet onnodig verliezen. He, dat is een goede combinatie, heel veel beweging is. En het zag er echt fantastisch uit. Het mooie is dat Slot kent natuurlijk als geen ander de AZ-filosofie. Omdat hij hem daar neergelegd heeft. Hij zal extra gebrand weer zijn geweest. Absoluut, dat zullen ze nooit toegeven. Ja, beide trainers niet. Maar dit heeft gespeeld, 100%. Ik zag ook wel Arne langs de kant dat er extra spanning op stond bij hem. Los van het feit natuurlijk dat die spanning kwam door het echt aanhaken was. Want Feyenoord moest deze wedstrijd ook wel winnen. Anders dan kom je in de problemen aan het einde van het seizoen. Ja. Maar ik vond het een volkomen terechte overwinning op basis van voetbal. En was het nou een spektakel? Nou, dat niet. Daar hoop je dan ook nog eens een keer op in zo'n wedstrijd. Dat het echt kans na kans in de 16 is. Het was een beetje een tactisch steekspel. Maar wel ruim op punten gewonnen door Feyenoord. Ja, en wat maakt Sebastian Szymanski zo goed? Ja, het is... Paul zegt echt van wow. Ja. Toch? Ja, supporter mag ook gewoon meedoen aan dit gesprek. Ik ben gewoon fan van hem. Ja, ik kan er echt van genieten als hij aan die bal zit. Gewoon en bal vast en overzicht en een enorme goede paas. Ik ben heel fan van hem. Ja. Ah, hij is natuurlijk technisch heel goed. Ik zie dat hij een speler is. En hebben nu veel van een eredivisie die in de kleine ruimte goed uit de voeten kunnen. Nou, wat was gisteren nou zo'n rol? Beetje hangend vanaf rechts. En dan moest hij samen met Pedersen maar die Kerkers en Karlsson opvangen. Ja, je hebt natuurlijk in balbezit. Zie je hem continu zoekend. En wat ik mooi vond is dat hij altijd heel dicht bij de spits was, hè, om als derde man erbij te komen. Ja. En dan zie je dat hij dat is één, hè, daar komen dat is één. En twee is dat je technisch goed genoeg bent om die kleine ruimte, hè, met twee mannen in je rug, om dan ook nog eens gevaarlijk te worden, om de rust te bewaren. Ja, ook bij die goal. Hij pakt de bal gewoon op eigen helft al op. Hè, ja, dat is dan meer een rush. Maar als je ziet bijvoorbeeld in de eerste helft, die bal die hij tegen de paal schiet, dat is helemaal geen makkelijke bal. Want hij krijgt de bal, twee mensen in zijn rug, hè, met een prachtige schijnbeweging, is hij ze allebei kwijt, schiet hij de bal op de paal. Dat is niet voor iedereen weggelegd, dat kan niet iedereen. Nee, joh, maar we hebben het al eerder gememoreerd. Dit is een speler waar Feyenoord normaal gesproken nooit aan was gekomen. Nee. Als die oorlog niet was geweest, waardoor die jongen uit Rusland weg moest. Ja. En daar hebben ze echt goed adequaat op gehandeld, want dit is gewoon een topspeler. Szymanski dus vanaf rechts. We hadden Hanschko weer als linksback. Rasmussen daarmee in het centrum. Zijn dit de contouren van... een vast elftal nu van Feyenoord? Nou, ik vind dat Hanschko centraal beter is. Ja. Toch wel. Hij kan dat spelen. Ik vond Slot zijn uitleg ook ten aanzien van iets meer met Geertruida en Rasmussen qua lengte, dat hij dat nodig had tegen de dode spelmomenten van AZ. Dus daar vind ik dat hij dat heel goed ingeschat heeft, dat daar nodig is in zo'n wedstrijd. En ik vind ook dat je daarna moet handelen. Hè. Al de trainers die elke keer roepen van wij houden vast aan ons eigen systeem, zelfs als je blijft verliezen. Denk ik, nou, misschien moet je dat een keer niet doen. Nee. Misschien moet je even kijken naar hoe maak je een tegenstander zwak en hoe maak ik mezelf sterk. Dat lijkt me je vak. Het zorgt wel voor dat Gernot Trauner, want die speelt gewoon altijd centraal aan de verdediging, altijd eventjes links van hem moet kijken van wie staat er nou weer naast me? Yeah, of course, it's a little bit of difference, but David is maybe a little bit faster. Jacob is strong in duels, so I think we also had a lot of big players today. Most of the time in such close games, set pieces are very important. Today it was not like that, but so it's for me it doesn't really matter.
Hij voetbalt zoals hij praat. Altijd rustig en kalm, maar werkelijk niet gek te krijgen. Ik vind het wel mooi, want hij benoemt nu eigenlijk waardoor ze tegen PSV natuurlijk de mist in gingen. Ja, dat is waar. Ja. En dat is waar. Dat zijn je topwedstrijden. En je topwedstrijden bepalen waar je eindigt aan het einde van het seizoen. In deze uitzending van FC Rijnmond praten we in het online gedeelte zometeen uitgebreid verder over Feyenoord. Over de spitspositie. Danilo Giménez gaan we weer oprakelen. We hebben het over Frank Arnesen en tal van andere Feyenoordzaken. Maar we moeten er nu in de slotfase van deze uitzending op tv praten. Natuurlijk over Sparta, dat zesde staat, de beste competitie. Start sinds 30 jaar. 2-0 overwinning op NEC was weer compleet zorgeloos. En in, de eerste helft het verschil gemaakt? Ja, dit is echt een soort van sprookje is. Dan moet je de na-competitie ontlopen. En lijstbehoud. En dan volgens tijdens zes dingen in de competitie. Maar en door wat te doen? Door NEC de bal te geven? En gewoon op de juiste manier druk te zetten, bal veroveren, doelpunt maken. Ja, je ziet gewoon dat ze echt opereren als ploeg. Je ziet gewoon echt, er staat ook echt een ploeg, aanvallend en verdedigend, dat klopt. Mm-hmm. Als je ziet hoe ze omschakelen, als je ziet hoe ze gezamenlijk aanvallen. Het is gewoon duidelijk. Ik denk dat Robert natuurlijk met zijn ervaring als trainer hele dag, dan daar naartoe kan kijken en ziet van oké, dat is een ploeg, dat wil je als trainer zijn. En dat ja. Jouw ideeën uitgedragen worden op het veld. Je ziet, kijk, Stijn is een coach die heel goed kan werken sowieso met ervaren spelers. Hè, die daar heel als people manager goed mee om kan gaan. En ook het beste uit die gasten kan halen. Daar heeft Sparta best een groot aantal van. Dus ik vind die selectie ook evenwichtig samengesteld. En je ziet ook dat het klikt. Want met Ouassar en Vriends naast elkaar, dat is niet het allersnelste duo. Dus dan moet je als team functioneren. Maar ik vind ook dat je Sparta tekort doet als je zegt van joh, we geven NEC de bal en we kijken wel hoe het loopt. Dat laatste zei ik niet. Ze geven NEC de bal en ze zetten op de juiste manier druk. Ja. En dan weten ze daarvan te profiteren. Ja, maar ik vind met het middenveld van Sparta dat ze ook in balbezit wel degelijk aardig uit de voeten kunnen. En Ali gebruikt het woord sprookje. Prachtig gekozen woord. Want dat brengt ons dan of Mauri Steijn toevallig een toverstaf heeft. Nee. Ja, het valt allemaal goed en we hebben, laten we wel wezen, er is nu er is rust. Ik kan heerlijk werken, we hebben een goede spelersgroep. Het valt allemaal in elkaar. Een brede groep, dat ook als er iets gebeurt, zoals vandaag ook, hè, want we misten er toch een aantal vandaag, kun je dat heel goed opvangen. Ja, en als je dan met een goed plan komt en tegen een goede tegenstander, hè, laten we dat vooral niet vergeten, met hele goede spelers. Dan ben ik wel blij en dan hoop ik dat toverstafje nog eventjes blijft toveren. Ja, toverstafje. Haagstoverstafje. Ja, dat moet je natuurlijk aan. Ik heb wel gezien, ik persoonlijk, nog samen mee gevoetbald in het begin van mijn carrière. Daar heb ik ook nog steeds goed contact mee. En ik vind dat hij het fantastisch doet. Ik heb ook even kort meegemaakt als trainer bij ADO Den Haag. En wat je zegt, is iemand die laten we zeggen, goed in de groep ligt. Maar ook boven de groep kan staan. En ook echt te kijken gaan als het moet. Ja. Hij heeft gewoon een duidelijke visie. Hij weet wat hij wil. Hij heel veel eisend, ook op de trainingen. En dat pakt nu heel goed uit. En complimenten. Wat opvallend trouwens, Ali. Want jij noemt ADO nu dat hij daar zelf op terugkwam in deze fase dat ze zessen staan, dat het inderdaad Hosanna is. Dat hij zei van ja, maar ik heb ook bij ADO ben ik wel eens goed begonnen en lag ik na een aantal wedstrijden zomaar in één keer uit. Ja, klopt. Dus hij is ook wel zo ver in zijn carrière dat hij heel erg goed kan relativeren. Is Olij beter dan Cillessen? Nee. Nee. Oh. Ik vind Olij een uitstekende keeper, maar die is niet beter dan Cillessen. Nee. Olij is echt een hele goede keeper. Een hele goede keeper, maar... Hoewel, ik heb gisteren de keeper van Excelsior ook 90 minuten in actie gezien in de arena. Die heeft 7 keer moeten vissen. Maar Stijn van Gassel is een wereldkeeper. Vind je niet? Ja, kijk, als je de 7 om je oren krijgt, dan... Ja, dat is dan, heel raar dan om te zeggen. Dan is het heel raar, maar het hadden er 17 kunnen zijn. Juist, als jij in de 7 goals 20 reddingen hebt gehad, dan heb je het gewoon goed gedaan. Ja. Maar dat was verder geen wedstrijd. Eigenlijk geen seconde tussen Ajax en Excelsior. Laten we nou heel reëel blijven ten aanzien van Excelsior. Excelsior is nog steeds een grote degradatiekandidaat. Met het budget wat ze hebben, hoe ze gepromoveerd zijn, in welk tijdstip dat ook gebeurd is. Hè, want heel laat in die markt nog gekomen. Heel veel spelers proberen te halen die niet zijn gekomen of die ze niet konden betalen. Nee, met z'n Peter lag gisteren wel ineens in de Arena 5-3-2. Ja, maar dat is een overleving. Is dat slim? Nee, dat is niet slim. Maar dat is een overlevingsstrategie waarvan je zegt, we weten dat we hier naartoe komen. We weten ook dat we op ons bek gaan krijgen. Ja. Heel realistisch, helemaal niks mis mee. En dan proberen we het maar zo dicht mogelijk te zetten.
Als die wel gewoon normaal blijft spelen, zitten we hier misschien aan tafel van ja, dat is wel heel erg naïef van Dijkhuizen, want ze hebben met 10-0 verloren. Ja. Nou scheelt het niet veel trouwens, hè? Want, het scheelt weinig. Het had gekund. Maar voor Excelsior is dit echt van tafel vegen, snel vergeten en tegen je directe concurrenten presteren. Ja, en dan woensdag weer spelen in de KNVB beker Excelsior tegen MVV. We gaan Sparta op de donderdagavond zien tegen wat de hekkensluiter is van de tweede divisie, OFC. En FC Dordrecht gaat ook spelen in de beker. Oh, FC Dordrecht loopt trouwens ineens als een trein. Die winnen van PEC en van VVV. Gaan we zien tegen Groningen. We praten door over Sparta, over Feyenoord. Hoe is het voor jou eigenlijk nu, Paul, om in het stadion te zijn? Hoe veilig voel jij je? Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit seizoen nog niet ben geweest, aangezien ik me nog niet veilig genoeg voel. Nog niet comfortabel genoeg voel. Dit wisten we niet, anders had ik deze vraag misschien niet. Oké, waaraan merk je dat? Wat voel je erbij? Nou, dat komt toch denk ik wel door de reacties die ik her en der krijg op het moment dat we op Twitter zitten. De signalen die we krijgen vanuit de club ook, maar vanuit ook andere instanties. Wat bedoel je met signalen uit de club? Nou ja, dat er toch wel wat weerstand is op het bestaan van de Roze Kameraden. En dat gaat dan ook natuurlijk naar mijn persoon, aangezien ik de voorzitter ben. Dus dat zorgt er wel voor dat ik me daar niet heel erg comfortabel bij voel. Dreigementen dus. Ja, dreigementen, ja. Dat toch is dat heel gek, hè, Paul. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk al langer over gehad en de discussie is nu heel actueel. Het is natuurlijk van de gekken dat je als Feyenoord supporter, los van je geaardheid, niet gewoon naar het stadion kan om jouw favoriete club te supporten. Ja. En ik vind het ook heel raar, en misschien kom ik zelf wel in de ellende nu, maar dat er dus mensen zijn en groeperingen die zeggen dat ze Feyenoord supporten, maar dus mensen uit het stadion jagen vanuit baldadigheid. Wat is dat? Agressiviteit? Maar is het vooral online, Paul, of heel is het slecht. Ook face-to-face? Nee, het is niet face-to-face gebeurd, dat niet. Maar natuurlijk, er zijn wel bekladdingen geweest, er zijn wel doodsbedreigingen geweest her en der. Dus dat gaat wel op dat niveau. Krankzinnig. Is ook krankzinnig, dat is mijn punt ook. Je moet dit gewoon keihard straffen. Ja. Elke vorm van onderdrukking, elke vorm van onrecht moet je keihard straffen. Je moet gewoon geen zero tolerance zijn, je moet geen ruimte voor zijn. Het is te gek voor woorden dat hij als Feyenoord supporter niet in de Kuip kan zitten om zijn club aan te moedigen. Maar hoe luister je dan als naar de algemeen directeur gisteren, Dennis de Kloeze, die zegt van wij omarmen dit statement nou juist wel heel erg. Hè? Er is bij het Maasgebouw, meen ik, ook een regenboogvlag een tijd geleden opgehangen. Ja, nee, kijk, en dat vind ik wel het mooie, want je ziet aan de club wel dat ze daadwerkelijk echt stappen maken. Het is een leerproces voor de club, het is denk ik ook een nieuw onderwerp voor de club om mee bezig te zijn, dus die tijd moeten ze ook gunnen. Het is een leerproces en dat gaat met vallen en opstaan, denk ik. Gisteren was denk ik even vallen, maar dat komt ook alweer goed en daar leren we van. En wat ik heel erg merk in de gesprekken met de club is, er worden daadwerkelijk stappen gemaakt en we komen echt wel verder. Deze discussie is nu al met al aangezwengeld doordat Eukun Kutsi dus gisteren ervoor koos die One Love band niet te dragen. Hoe speelde die? Goed. Kan er eigenlijk geen ander statement van maken. Net als heel Feyenoord goed speelde, vond ik hem ook heel slim spelen. En ik ben ook wel eens kritisch op hem geweest, zeker in de Europese wedstrijden, waarin ik vind dat hij dan te weinig gebracht heeft. Maar gisteren in die topwedstrijd, welke term? Ik zoek even naar een term om zijn spel te... Misschien wel overwogen. Deed geen gekke dingen. Bleef goed in de discipline spelen. Ik denk dat ze het tactisch plan heel goed door hebben gesproken bij Feyenoord. Het was de eerste helft ook echt een tactische wedstrijd. Hè? Twee ploegen die vooral geen fout wilden maken. En heel maar daar is hij wel heel belangrijk. Met het plan speelde, ja. Daar is hij echt heel belangrijk. Je ziet, de ontwikkeling die Kuksi heeft doorgemaakt, is dat hij echt de leider is geworden in het veld. Omdat hij echt, wat jij zegt, veel meer vanuit de discipline speelt. En dat je ziet dat ook in moeilijke periodes, dat hij echt probeert de ploeg op sleeptouw te nemen. Dus het is echt een leider geworden in het elftal. Kuksi heeft geweldig doelpunten gemaakt. Toch gisteren tijdens die wedstrijd in Alkmaar dacht ik, zou Eukun Kutsu het telefoonnummer van Joey Veerman in zijn telefoon hebben? En zo laat hij misbellen. Want hij schiet een handvol keer van afstand, maar dan toch net even te wild en niet helemaal met precisie. Kutsu heeft meer een harde trap en Joey die doet alles met zijn binnenkant. Joey is een speler, een hele intelligente speler rondom de 16. Je ziet hem bijna nooit een bal blind op goal schieten. Het is altijd kijkend en welke hoek. En het is geen toeval. Altijd met zijn binnenkant, je keeper die er net niet bij kan. En moet natuurlijk ook het technisch vermogen hebben om de bal daar neer te leggen. En dat heeft hij. Volgens mij heeft hij een week geleden nog een bal stijf in de kruising geschoten. Van 30 meter. Zo introduceerde ik deze vraag toch net ook. Ook Kutsu heeft meer een handschot. Ik denk dat Veerman daar ook wel wat van zou kunnen leren, die vrije trap. Ja, nou, kunnen we het daar samen over hebben. Hij heeft dat wel degelijk. Maar ik vind, Veerman is gewoon wel iets creatiever dan hij is nog. En is nog meer vooruitgericht.
En die heeft, vind ik, verdedigende discipline weer wat meer problemen. Mm-hmm. Dus ze zijn niet helemaal vergelijkbaar, ondanks dat ze wel allebei op middenveld spelen. Zag je trouwens nog even die huk tussen Kuktu en Giminez, vlak voordat Kuktu die penalty nam? Ja. Ja, vind je dat dan mooi? Of is dat dat vind ik mooi. Want, nee, ja, dat zal het ongetwijfeld zijn, maar dat zal je met Zuid-Amerikaanse spelers altijd houden. Gelukkig, want we komen voor het stadion voor entertainment. Ja. En dat hebben ze gisteren geboden. Maar ik vind het wel goed. Dit is nou een mooi voorbeeld van ontwikkeling van zo'n club. Hij heeft het geaccepteerd. Giminez heb ik het nu over. Want hij is toch weer betrokken bij die strafschop. Ja. En Kuksu schiet hem ook gewoon even lekker binnen. Ja. En het mooie, discussie ook gewoon ten einde. Het is gewoon klaar. Ja, ja. Punt. Ja, Kuksu neemt de strafschoppen. Maar er is een andere discussie, Paul. En dan ga ik bij jou beginnen. We gaan hem weer eventjes van stal halen. Danilo of Giminez? Ik zou toch echt voor Giminez gaan. Ja, maar mag ik nog even de goal van Danilo van gisteren in herinnering roepen? Ja, zeker. Nee, die was heel mooi. Die was ook gewoon mooi. En weet je, bedoel, Danilo maakt ook gewoon zijn goals. Maar ik vind Giminez wel sterker aan de bal. En ik vind hem wel slimmer spelen dan Danilo doet. Ik denk dat de trainer heeft een luxe probleem. Ja, maar dat kan ook wel een heel vervelend probleem worden, of niet? Ja, maar, dat je er niet uitkomt. Dat is dus het manager van je spelers. En mooi is van dit is, je hebt twee spitsen die allebei doelpunten kunnen maken. Maar het zijn wel twee verschillende spitsen. Dus hij kan zelfs, laten we zeggen, in verschillende wedstrijden. Ik kan daar, laten we zeggen, kiezen welke spits daarvoor voor een aanmerking komt. Dus stop. Ik zie alleen maar een ideaal plaatje. Ja, ik ook. Absoluut. Ik ook. Moet luisteren, we hebben vorig jaar die discussie al gehad. Met twee verschillende type spitsen, waarvan er eentje nog niet eens een echte spits was, als Linzen. Je hebt nu twee mensen die je op verschillende wedstrijden kan gebruiken. Juist. En dan is het aan Slot en zijn staf om die twee gasten de veiligheid te geven. Want te zeggen van, joh, de ene keer speel je wel, en de andere keer speel je niet. Zoals bijvoorbeeld Schreuder tegen Brobby gezegd heeft. Ja. Als je dat goed weet te doen als trainer, en dat geldt eigenlijk voor alle spelers wel. Als je het als team zo voor elkaar kan krijgen dat er waardering is voor de ander als die speelt. En als je erin komt dat je een meerwaarde maar hebt. Maar die leken Robert toch bij Danilo niet altijd te zijn. Hè? Dat heeft Slot ook wel aangegeven. Dat in zijn invalbeurten dat hij gewoon niet bracht wat hij in basiswedstrijden wel kon brengen. Iedere topper wil spelen. Ja, dat is altijd zo. Maar je kan wel begrip creëren. Geen enkele speler zit met plezier op de bank. Je ziet jezelf liever op het veld rondrennen. Maar ik denk dat voor Feyenoord juist lekker is bij. Want Feyenoord heeft gewoon echt twee nummer negens. Twee spitsen, echte spitsen. Die bepaalde specifieke kwaliteiten hebben. En daar kun je dan mee spelen. Maar het gaat uiteindelijk om de goals toch, Ali? En Giminez heeft nou een aantal keer in de basis gestaan. Mm-hmm. Niet gescoord. Dat is goed. Ja, kijk, uiteindelijk gaat het ook om de goals. En uiteindelijk zal Arne op een gegeven moment kiezen van, oké, wat is het beste voor het ploeg? En dat is de keuze die bij de trainer ligt. En die zal hij ook zeker maken. En ik denk dat hij ook Giminez ook de tijd wil geven. Want het is natuurlijk wel kwalitatief goede speler. Nou ja, hij heeft die verdediging al aan gort gespeeld, waardoor Danilo ook die ruimte kan krijgen. Nou ja, toch? Maar ik vind ook een beetje kort door de bocht dat het alleen om goals gaat. Want in het spelsysteem van Feyenoord is een spits doet wel iets meer dan alleen maar doelpunten maken. Ja, en die dreiging die hij heeft, het betrokken zijn bij strafschoppen. Inderdaad een ploeg kapot spelen, door de lucht aangespeeld kunnen worden en dan Danilo brengen. Kan ook af en toe andersom, dat hij misschien soms een keer als stormram komt. Kan natuurlijk ook. Ik denk dat je zelfs in het twee spits systeem kan neerzetten. Als het nodig is, zeker. Ja, want er zijn dus twee spitsen die elkaar complementeren. Ja, dat plan heb ik nog niet bij Feyenoord gezien trouwens. Een ander plan wel vorige week, 5-3-2, maar 4-4-2. Ja, dat heb ik nog niet teruggedraaid. Dat duurde een half uur inderdaad. Al met al, jongens, is Feyenoord natuurlijk toch nog steeds hiernaar zoekende als het gaat om de basis zelf. Het is allemaal nog niet heel erg ingespeeld. En dus is het adagium nu tot die tijd de schade zoveel mogelijk beperkt houden. Nu volgen er wedstrijden. Ik heb het nog even opgeschreven. Schade beperkt houden? Hou op, man. Dat die spelen we. Nou, noem ze maar op. Ja, ik ben heel benieuwd. Zeg jij nou we? Ja. Oh. Ik zit hier bij Rijnmond, toch? Ja, ja. Ik zit hier met allemaal Feyenoorders. Nou, in ieder geval één. Met nog wedstrijden tot de winterstop tegen Fortuna, Volendam, Cambuur en Excelsior. Ja, dat is toch niet de schade beperkt houden? Nee, vanaf nu dus niet meer. Nee, maar ik bedoel... Overigens heeft Twente... Ja, FC Twente heeft hetzelfde programma, hè? Spelen bijna tegen... Maar je kan er dus dadelijk, als de winterstop daar is, er gewoon nog goed bij staan, terwijl je eigenlijk nog niet ingespeeld bent en met een compleet nieuwe elftal voetbal. Nou, dat is echt een mooi vooruitzicht. Als jij, laten we zeggen, deze wedstrijd de winter kan afsluiten, dan heb je een goede uitgangspositie. Dan heb je straks lekker de winterstop. Waar je nog een paar weken met elkaar kan werken. Dat je lekker naar het buitenland gaat, warm land op gaat zoeken. Jongens zo mee aan elkaar gaat wennen. Teambuilding aspect. Ja, dan kun je sterk uit de winterstop komen inderdaad. Ja, nou, mooie tijd. Gisteren hebben we trouwens... Wou je wat zeggen nog? Nou ja, er zijn natuurlijk weinig spelers geselecteerd voor nationale elftal ook. Ja, dat scheelt ook heel veel. Nee, Giminez zal wel gaan, denk ik. Hè? Er zijn er ongetwijfeld een paar die gelukkig Danilo
Nee, kijk maar naar Barcelona. Maar we hebben het steeds over Feyenoord, allemaal nieuwe spelers. Szymański gaat met Polen. Ajax ook nog een paar nieuwe spelers. Bijlo gaat natuurlijk gewoon keeper in oranje, Robert. Bijlo gaat u gewoon keeper in oranje. Ja, die discussie is helemaal voorbij volgens mij. Ja, dat is gewoon de beste nu, toch? Ja. Ja, ik heb geen verstand van keepers. Gisteren sprak Frank Arnesen bij de collega's van ESPN voor het eerst over zijn afscheid bij Feyenoord. Gaf daarbij ook aan van, als het aan mij had gelegen, had ik niet weggehoeven. Heeft Feyenoord er dan toch wel verstandig aan gedaan dat wel te doen? Of hoe kijk je daarnaar, Robert? Ik vond Frank Arnesen gisteren over zijn goede indruk maken. Ook positief over Feyenoord, dat het knap is. Want uiteindelijk is hij natuurlijk gewoon weggestuurd. Geen rancune, hè? Met weliswaar het verhaal van zijn gezondheid en zijn knie. Maar ja, Feyenoord heeft op de lange termijn gekeken. Ik denk dat Dennis de Kloes, die later ook in beeld kwam en ook de vraag kreeg hierover, heel duidelijk aangaf van de dubbelrol zoals die mij toebedicht is, is niet iets wat ik ambieer. Hij wil dat eigenlijk helemaal niet. En ik denk dat ze op zoek zijn naar een nieuwe constructie, wat ook niet meer traditioneel is als we hebben één technische man die alles bepaalt, maar dat veel meer een team van mensen wordt die op verschillende facetten het beste voor Feyenoord boven gaan halen. Toch gaf de Kloes gisteren wel aan dat er snel een technische man zal worden aangesteld. Of dat dan een manager is of een directeur, dat laat het ja, dan maar wel vanuit de gedachte van meer een teamwerk. Ja. En ik denk dat ook het moderne voetbal, dat nodig is. Dat je niet meer naar de traditionele vorm moet van één vent die alles bepaalt. Ik denk dat je naar meerdere facetten moet gaan kijken. Paul, ben je wel eens 5 kilo afgevallen in een week? Nee, zeker niet. Dat lijkt me niet heel gezond. Hoe doe je dat? Vito van Krooij is het overkomen. Die speelde dus gisteren niet in de basis bij Sparta. Zat op de bank. Ja. Was ziek geweest. Was in 1 week 5 kilo kwijtgeraakt. Ja, moet ik hem even bellen? Zal niet van het watertje zijn, denk ik. Dan ben je wel ziek geweest. Ja, dat. Maar dat Sparta hiertoe in staat is zonder Vito van Krooij. Wat had hij? Ik ben geen medicus. Misschien heb ik dat je op gehoord wat hij had. Nee. Ja. Weten we dat, wat van Krooij had? Ja, ziek geweest, ja. Okay. Maar goed. Maar ja. Dat maakte de prestatie alleen nog maar knapper, toch? Ja, maar dat gaf Maurice ook aan. Hè? Hij zegt, ik heb nu laten we zeggen, we hebben een groep waarin we geblesseerde spelers of spelers die al weg zijn kunnen opvangen. En dat is zo belangrijk, dat je in de breedte, hè, dat je goed zit. We hebben wel eens ploeg gezien waarin de valkuil dat het daar lag. Ja. En op een gegeven moment gaan een paar bepaalde spelers vallen weg. En dan vervolgens zie je gewoon compleet aan de helft op het veld staan. Ja, maar het is ook een kunst om bepalende spelers uit te schakelen. En dat is wat Sparta gisteren ook deed met Tanane. Ja, één actie vond ik mooi. Mooi. De Guzman, dat die wist dat hij geel had. Dat hij op een gegeven moment gewoon echt in een houtgreep de grond mee trok. Maar dat was dus echt gewoon, ze hadden Kitolano op Tanane gezet. Maar het was echt dus bewust. Probeer die jongen niet alleen voetballend, maar ook mentaal uit zijn wedstrijd te krijgen. Dat hoort bij het voetbal. Ik heb dat niet anders meegemaakt. En dat is dus precies de ervarenheid die Sparta heeft in die ploeg. Die kunnen op het juiste moment net eventjes dat triggeren, weet je wel. Ja. De kleine gemene overtredingjes die ze naar boven kunnen halen. Juist moment het spel even een beetje doodleggen. Nou moeten we ook niet praten over Sparta dat het een kampioensploeg wordt, hè? Dat zou heel bijzonder zijn. Als ze de play-offs kunnen halen, hebben ze een topseizoen gedraaid. Ja. Ja, maar realiseer nou wat je zegt. Ja. Het zou super zijn. Ja. En vorig jaar werden de play-offs van Europees voetbal nog gehaald. Maar nou ja, er zijn natuurlijk een aantal ploegen onder die top 5. Want dat heeft zich wel duidelijk afgetekend. Dan krijg je nog, denk ik, Utrecht. Die daar eigenlijk bij zouden moeten horen. Maar de rest ontloopt elkaar niet zo heel veel. Vitesse, los van de Groningen. Dat zijn enorme ploegen die verschrikkelijk slecht presteren op het moment. Daar kan ook een Sparta van winnen. Waardoor je inderdaad rond die 7e, 8e plek zomaar zou kunnen eindigen. En de play-offs zijn zou kunnen gaan. Wat overigens al eerder gebeurd is. Hè? Want Fraser heeft ook met Sparta de play-offs gespeeld. Ja, dat is ook een ongelooflijke prestatie. Ja. Goeie opmerking. Ik zit hier ook aan tafel. Ja, dus ja. Nee, nee, misschien niet opgevallen. Nee. Maar het is ook een fantastische prestatie toch voor Sparta. Als je de play-offs kunt behalen. Ja, het zou geweldig zijn. Hey, we zien Abels gisteren die goal maken. Die is rechtsback. Goeie goal. Echt een fantastische heel goal. Uitgekiend. Maar hij speelt nu omdat Sambo geschorst is. Klopt. Wordt dat dan dadelijk toch weer een lastige keuze voor Stijn, Sambo of Abels? Ja, kijk. Ja, voor ons als buitenstaanders is het natuurlijk heel moeilijk om in te schatten. Hè. Als trainer zijn, dan sta je dagelijks op het veld, soms twee keer per dag op het veld. En dan weet je precies hoe en wat, hoe hebben ze getraind, hoe zit ze erin, hoe is hun gevoel. Hè. Maar ik ben altijd van Abels staat, hè. Die doet het goed, hè. Die scoort. Als hij de volgende wedstrijd weer goed speelt, dan zie ik niet. Geen reden tot wisselen. We moeten ook Abels, en net als Van Krooij bijvoorbeeld ook, daar is vorig seizoen ook heel veel op gescholden. Ja. En dat ze niet spelen, dat heeft ook een reden gehad.
Dus het zijn ook niet allemaal wereldvoetballers, maar gisteren deed hij het erg goed. Zeker. Deze uitzending is alweer voorbij. Meer over Sparta natuurlijk. Komende woensdag in onze Sparta-podcast. Sparta naar voren op alle kanalen van Rijnmond te bekijken en te beluisteren. Ali Boussabon, Paul van Dorst, Robert Maaskant, mag ik jullie zeer danken voor de komst vanmiddag naar Rijnmond. En vooral voor de wat mij betreft zeer prettige en genuanceerde open discussie over wat het voetbal op dit moment even in zijn greep houdt. Dank daarvoor voor jullie bijdrage. We zijn er wat betreft FC Rijnmond weer komende vrijdag. Graag tot dan en een goede week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Neco Ship Supply, Woonstudio Joy, Flexcraft Aldiver en Frans Metz de Bedderij.